Er is per 1 januari nog maar één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Ook mensen die aangewezen zijn op ondersteuning. De zogenaamde participatiewet. In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers vrijwillig extra banen gaan creëren voor deze groep mensen. Hiermee wil VNO-NCW voorkomen dat de kwotumplicht in werking treedt. Hierbij is een werkgever verplicht 5% zogenaamde arbeidsgehandicapten, een term die ten onrechte gebruikt wordt, in dienst te hebben, op straffen van een boete. Veel werkgevers hebben nog vragen over de inzetbaarheid en capaciteiten van deze medewerkers. En juist daar weten ze hier bij Scholten aan Water alles van. Hey, Laurens-Jan, welkom bij Scholten aan Water. Dankjewel. Ik had het net in mijn introductie al even over de term arbeidsgehandicapten. Dat ten onrechte gebruikt wordt. Daar ben jij het wel mee eens, denk ik? Ja, ik ben het daar van harte mee eens. Die term die is vaak misplaatst. Dat is vaak helemaal niet het geval. En het werkt vaak eerder als stigma dan dat dat recht doet aan die mensen. Ja, want jullie hebben al een paar jaar ervaring met deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is een betere term, hè? Hoe bevalt dat? Ja, dat bevalt hartstikke goed. Dat zijn echt talenten die onze organisatie versterken en echte meerwaarde vormen. En waarom hebben jullie nu voor deze mensen gekozen? Ten eerste hebben we zo af en toe vacatures, daar begint het mee. Tweede is dat de gemeente Nijmegen het wel erg verleidelijk maakt om hier aan mee te doen. Zowel in hun overtuigingskracht naar ons toe, maar ook financieel. We hebben dus op een gegeven moment gezegd van nou, laat maar eens een aantal kandidaten zien dan. Nou, en zo is het begonnen. Jullie zijn tevreden, maar zijn ze ook tevreden over jullie? Ja, dat kun je natuurlijk uit mijn mond horen, maar dat moet je echt zelf even gaan bekijken. Ga eens met ze praten, zou ik zeggen. Toen ik afstudeerde in augustus 2013, toen had ik een hernia. Dus toen zat ik thuis in de bijstand. En na een paar maanden thuis gezeten te hebben, werd ik gebeld van goh, Marjolein, wil jij aan de slag? En ik zeg ja, heel graag. Ik was wel een beetje zat om thuis te zitten. Kan ik me voorstellen. Je begint ook al helemaal te glunderen, want hoe belangrijk is werken voor jou? Ja, ik vind het gewoon heel erg fijn dat ik mijn talenten kwijt kan, mezelf kan ontwikkelen. Ik heb niet voor niks 4 jaar gestudeerd. Dus ik wil graag ook de dingen die ik geleerd heb hier gewoon uitvoeren, zeg maar. En dat kan, dat geeft wel voldoening natuurlijk. Jan-Willem, jullie zijn tevreden, medewerkers zijn tevreden. Wat zou je nou tegen andere werkgevers willen zeggen? Ja, ik zou zeggen, laat je verrassen. Deze mensen hebben meerwaarde voor je organisatie. We hebben natuurlijk ook ervaring met eigen wervingstrajecten. Maar dit resultaat voor ons is minstens zo goed als via een wervingsbureau. Mensen, u hoort het. Laat je verrassen.